De eerste dag is vooral kennismakingsdag. We willen een veilige omgeving creëren waarin we vooral heel open en eerlijk ervaringen kunnen delen en samen leren. De eerste dag heeft vooral tot hoofddoel is de hoogbegaafdheidsmodellen uitleggen, maar niet puur theoretisch. Je kan op voorhand ook al de theorieën eens bekijken, want die zijn allemaal beschikbaar op het online platform. Maar eigenlijk, het doel van de eerste dag is die hoogbegaafdheidsmodellen te vertalen naar ervaring die je gehad hebt. Waarom doen we dat? Dat is omdat hoe beter dat je er jou bewust van bent wat die modellen zijn en vooral wat die beschrijven, want die modellen zijn niet zomaar ontstaan. Dat zijn eigenlijk beschrijvende modellen van hoe hoogbegaafdheid eigenlijk ervaren wordt, welke elementen dat dat bevat. Maar door het feit dat je die dan begrijpt, is het dan in de toekomst gemakkelijker om beter in te schatten, oké, hier ga ik ja op antwoorden, hier ga ik nee op antwoorden, want ik weet dat ik daar een slecht gevoel bij ga hebben. Een van de modellen die we zeker gaan gebruiken, want is een van mijn favorieten, is het Delphi-model. Dat is eigenlijk een hoogbegaafdheidsmodel dat door een aantal professoren in Nederland is ontwikkeld, om gewoon een keer te beschrijven van, ja, wat is dan nu eigenlijk die hoogbegaafdheid? En als je bijvoorbeeld een stukje van dat model pakt, dan staat er beschreven hoe dat jij in interactie gaat met je omgeving. En daar staat beschreven hoe dat je daar heel creërend in wilt zijn. Oké, dat is het model, maar hoe vertaalt zich dat? Dan kan het bijvoorbeeld zijn als je reflecteert over bepaalde projecten, waar er veel politieke spelletjes gespeeld werden en waar er eigenlijk toch vooral op de rem werd gedrukt en geen beslissingen werd genomen. Dat projecten zijn waar je heel moe van werd. Dat je daar zei van, toch geen goede dag achter de rug. Als je in zo'n project zit waar je echt, we gaan hier bereiken, je hebt het gevoel dat je een steen gaat verleggen. Dat zijn projecten die echte energiegevers zijn voor jou. Dat zijn projecten waar dat je je 200% in smijt en waar dat je dan op een bepaald moment zal vergeten te eten, eigenlijk alles vergeet en dat je 200% in die flow zit van dat project. Dat model beschrijft eigenlijk wat er dan aan het gebeuren is. Want als snelle denker hebben wij vooral de honger, één, naar authenticiteit, dus waar we onszelf kunnen zijn en dat we met ons divergent denken en onze snelheid, dat we daarmee aan de slag kunnen gaan. Maar vooral ook dat we dingen doen die een verschil maken. We willen een steen verleggen in de rivier. En het is daarom dat het belangrijk is dat we die modellen eerst een keer allemaal doorknabbelen, zodanig dat je dat niet meer als theoretische zaken ziet, maar dat je daar de weken daarachter. Daarom zit er 2 weken tussen elke sessie. Dat je eigenlijk alerter gaat zijn op de dingen die jouw energie geven. En de dingen die jou eigenlijk een heel slecht gevoel geven. En dan kunnen we dat in het volgende deel gaan vertalen en extra mappen op de modellen. Waardoor dat je jou bewuster van wordt hoe dat je in elkaar zit. Wat geeft jou eigenlijk energie? En wat vreet eigenlijk energie? En in tegenstelling tot wat mensen denken, zijn dat niet de grote dingen. Het is een echte tegenslag. Dat loopt al lang mee en dat herinnert u ook. Een echt euforisch moment, dat gaat u ook direct weten dat dat zo is en dat geeft u enorm veel energie. Maar de energievreters zitten hem veel meer in kleine dingen. En door dan natuurlijk die modellen te combineren met observatie van wat je bezig bent, gaan we die subtiele energievreters naar boven halen en gaan we die met elkaar delen. Want je gaat zien, als je begint verhalen te vertellen, gaat er nogal wel een keer iemand anders hebben die een gelijkaardig verhaal. Of die een aha-moment krijgt van oké, dat is daarom dat zo in is, wat ik elke keer tegenop zit. Of dat is daarom dat ik daar eigenlijk naartoe aangetrokken voel. Dus het is eigenlijk we gaan die modellen tot leven brengen, omdat dat de fundering is om dan al die eigenschappen van COVID te gaan toepassen. Dus de eerste dag wordt sowieso al een heel pittige dag. Houd er rekening mee dat je op het einde van de dag wat recup gaat nodig hebben. En dat je vanaf de eerste dag ook materiaal gaat mee hebben waar je mee aan de slag moet gaan. Het is geen quick fix programma. Het is niet dat je automatisch door een pilletje te pakken alles goed gaat komen. Maar het is vooral een alertheid op details, waardoor dat je eigenlijk dat latje altijd maar hoger gaat leggen. Maar hoger gaat leggen in de juiste richting. In de dingen die jouw energie geven. En vooral in de dingen die in de komende delen dan gaan leiden tot die vuurtoren. Tot die tweede eigenschap van COVID. Super belangrijk is voor hoogbegaafden, is net dat einddoel. En dus we bouwen daar naar op en we starten daarbij bij die hoogbegaafdheidsmodellen. Los van het feit, en ik weet het, ik heb het al 100 keer herhaald, er zit geen één hoogbegaafde in dat traject, want iedereen start in de intake
van ja, Rudo kan mij heel veel van dat verhaal herkennen, maar hoogbegaafd, dat toch niet. En dan komt er een ganse uitleg waarom ze niet hoogbegaafd zijn, gevolgd door een uitleg van allemaal kenmerken die we doorheen onze blogs en vlogs beschrijven, die dan eigenlijk wel specifiek over hoogbegaafdheid gaan. Dus bij deze eerste dag, een van mijn favorieten, want die hoogbegaafdheidsmodellen hebben ook mij al veel geholpen om te begrijpen wat er eigenlijk aan het gebeuren is.